zonne met veel bewolking ligt vanochtend boven het land en daaruit valt met name in het oosten en zuidoosten in eerste instantie regen. Vanuit het westen wordt het dan uiteindelijk overal droog in de loop van de dag en breekt de zon door, met name in de westelijke helft. In het oosten blijft het wat langer grijs. Vanochtend in de regen temperaturen uiteindelijk een graad of 5, in de kustgebieden wordt het 7 graden. De wind die neemt wat in kracht af, is vanmiddag meestal matig van kracht, windkracht 3 of 4. Met name in het midden en westen is er vanmiddag zon, in het oosten van het land blijft het langer grijs en de maxima liggen rond 7 graden. Vanavond neemt de bewolking weer toe en met name in het westen valt in eerste instantie een enkele bui. Vannacht wordt het op meer plaatsen nat en de temperatuur die daalt uiteindelijk naar 2 tot 4 graden. Morgen dan starten we met name in het noordoosten met een aantal buien. Vanuit het zuiden wordt het uiteindelijk droog en in de middag zijn er zonnige perioden. In de namiddag en in de avond neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgt er opnieuw regen. De maximum morgen ongeveer 6 graden. Vrijdag is het bewolkt en nat met in de nacht naar vrijdag in het noordoosten kans op natte sneeuw. Overdag dan liggen de temperaturen ruim boven nul en valt alle neerslag als regen. De dagen daarna blijven wisselvallig en vooral zaterdag kan het wel eens stevig gaan waaien. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.